Na een verbouwing van 1,5 jaar is het Stedelijk Museum Schiedam weer toegankelijk voor bezoekers. Het museum werd vorige week zaterdag officieel heropend door burgemeester Cor Lamers en door de staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu. Een moment waar lang naar is uitgekeken. Ik zit aan tafel met directrice Anne de Haai en artist Joanna Schneider. You have a beautiful piece in the museum right now. I'm gonna come back to you later. I'm gonna start with you, Anne. Goedemorgen. Goedemorgen. Leef je nog? Ik leef nog, ja. Wel vermoeid, ik ben eerlijk, ja? Maar ook heel gelukkig. Ja. Ja, was het een flinke aanloop naar de opening? Ja, absoluut. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben er natuurlijk nog maar sinds 1 februari vorig jaar. Maar sinds ik hier in Schiedam aan de slag ben, ben ik keihard aan het werk om dit museum open te krijgen samen met het team. Dus dit was echt een moment, ja. En zeker, je zegt ja, we hebben keihard gewerkt om het open te krijgen. Maar ja, je was 1,5 jaar... directrice van een gebouw met wel kunst, maar zonder mensen. Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat is heel maf om te starten. Kijk, je hebt er gewoon ontzettend veel zin in als je aan zo'n mooie klus, zo'n mooie baan mag beginnen. En behalve dat het museumgebouw dicht was, en er was zelfs niet eens kunst, want die lag allemaal tijdelijk in het depot. Je zag geen mensen, maar ik zag ook de Schiedammers niet. Want het was ook nog eens diepe lockdown op dat moment. Dus het was een gek jaar. Maar goed, ik probeer ook niet meer te veel terug te kijken. Want nu dat museum open is, weet ik weer. Hier doen we het voor. Ja, precies. Ja, nou, ik wil nog wel heel even terug naar die diepe lockdown. Omdat wat wel interessant is, ja, je ziet natuurlijk... Nou ja, jullie zijn natuurlijk als team wel heel erg bezig geweest met naar buiten de stad intreden. Dus jullie hadden daar heel veel mooie initiatieven voor. Maar wat moet er allemaal in een museum gebeuren op het moment dat het... Nou ja, dat het weliswaar bestaat, maar niet kan bestaan in de functie die het eigenlijk heeft. Wat gebeurt er allemaal? Ja, want dat is het. Hè. Heel lang is de gemeente met natuurlijk de aannemers en de architect aan de slag geweest om dat gebouw goed op te knappen. Prachtig gebeurd. Maar dan heb je een leeg gebouw. Ja. Dat is geen museum. Wat ga je dan doen? Nou, dan ga je die gezellige kapel weer helemaal opnieuw inrichten van boven tot beneden. Je gaat tentoonstellingen openen. En we hadden echt een aantal nieuwe ruimtes die we eerder niet hadden. Dus die moesten echt van helemaal van nul worden opgebouwd. En een van de plekken is waarvoor Joanna hier ook zo en zo zit, is zijn de trappenhuizen. Die zijn prachtig vernieuwd. En dan laten we nu kunst zien. Nou ja, alles moest helemaal opgebouwd worden. Ja. En je zegt, dan weten we weer waar we het voor doen bij zo'n opening. Wat is dat dan? Ja, dat is mensen verwelkomen en een hele fijne dag bezorgen. En of dat nou is omdat ze iets moois zien of omdat ze denken, nou, ik heb een zware week gehad, ik wil gewoon even uit die routine. Of omdat ze wellicht iets zien wat ze nog nooit eerder hebben gezien. Dat kan op zich verschillende redenen zijn. Ja. Maar iets fijns bezorgen. Die mensen zien en zien dat ze blij zijn. Ja. Dat is waar wij het voor doen. Ja. Is dat ook waar je het meest op verheugde toen je daar stond op het bordes? Ja. Dat je dacht, nou, eindelijk. Ja, de mensen die op de opening zijn geweest, daar horen natuurlijk wel een beetje wat praatjes bij. Die waren heel mooi en leuk. Maar toen de deuren open gingen, voelde het alsof iedereen echt stond te dringen om naar binnen te gaan. Ja, daar word ik gelukkig van. Je zegt leuke praatjes. Wat was het mooiste wat je over het museum gehoord hebt? Nou, ik was heel blij dat de burgemeester bijvoorbeeld echt ook trots was. Want het is natuurlijk niet mijn museum. Het is het museum van alle Schiedammers. En dat benadrukte hij heel goed. En ook dat het niet alleen belangrijk is om een museum te hebben vanwege de kunst en de geschiedenis. Maar echt om de stad reuring te geven. Dat was fijn. Ja. En hoe ziet het museum er dan nu uit dat lukt, die reuring in de stad geven? Ja, ik denk dat er heel veel tegelijk is, waardoor verschillende groepen mensen zich er thuis voelen. Dus aan de ene kant hebben we een prachtige tentoonstelling van Zorro Feigl met hele bewegende kunstinstallaties. Ik moet zeggen, moeilijk uit te leggen in woorden. Je moet het eigenlijk gaan ervaren. Zonvonkengesproei vind ik een... Ja, het is tegelijkertijd een bijna onbegrijpelijk woord, maar het is wel de energie en de weirdness ook. Ja en daar voelen mensen die van kunst houden, of juist gezinnen, hè, want er gebeurt veel, er beweegt, we voelen zich daar thuis. Maar tegelijk hebben we in het Souterrain een panorama Schiedam. Dus mensen die misschien niet zoveel met kunst hebben, die gaan daar echt de geschiedenis van hun stad ontdekken. En dan zorg je echt dat het voor meer mensen interessant is om even lekker een vrije middag te gaan besteden. Ja. En je zei het al, hè? We zijn niet alleen in de zalen, we zijn ook het trappenhuis ingegaan. We also commissioned some people to make art for the staircases. Hoe is dat idee ontstaan?
Nou, wij zijn ontzettend dankbaar dat die trappen überhaupt zijn vernieuwd. Ik kan me voorstellen voor de kijkers ook, ja, hoe spannend is dat nou, een trap vervangen? Maar ze zien er heel fraai uit, maar ze zijn ook functionele. Maar het werd een hele mooie ruimte. Er viel opeens licht naar binnen. En toen dacht ik, ja, dan kan het gewoon een trap blijven. Maar laten we daar nou ook kunstenaars vragen iets moois of iets geks of iets vervreemdends te doen. En dat maakt het nu tot een soort tentoonstellingsruimte. En Joanna is een van de mensen waarvan ik meteen dacht, die moet daar gewoon iets gaan maken. Jij kende haar al? Ja, ik volgde haar werk al een tijdje. Omdat ik het gewoon heel erg goed vind wat ze maakt. Maar ook, ze is een jonge kunstenaar. Waarom is ze goed? Het is heel mooi hoe Joanna eigenlijk kunst maakt. Maar daar met textiele materialen. Dus bijvoorbeeld, nou, dat kan ze straks veel beter zelf vertellen. dat is toch voor heel veel mensen toegankelijk. Ze denken, waar is dit van gemaakt? Hoe zit het in elkaar? En hoe zorgt het er eigenlijk bij elkaar voor dat het gewoon een prachtig kunstwerk is? Ja. Het verwondert. Je gaat echt even van dichtbij kijken. Did you get that? Yes. Awesome. wat is het belang van een museum als het stedelijk museum voor een stad als Schiedam en voor een land als Nederland? Het is natuurlijk best spannend voor mij om dat zelf uit te spreken. Ja. Want ik ben directeur van dit museum, maar wat je gewoon niet alleen in Schiedam, maar overal ziet. Een museum is er natuurlijk om mooie kunst en geschiedenis te laten zien. Dat is belangrijk voor het museum en de bezoekers. Maar het zorgt voor beweging in zo'n binnenstad. En een mooi voorbeeld daarvan is, wij hebben de ondernemers in de Hoogstraat en in de hele binnenstad eigenlijk gevraagd, wil je van die mooie sterren op je ramen plakken om te vieren dat het museum open gaat? En iedereen zei eigenlijk, ja, ik wil meedoen. Want als het museum open is, leeft de binnenstad weer. En dat is wat een stad ook kan doen. Hè? Dus behalve dat je met de kunst en de geschiedenis betovert of iets moois vertelt, zorg je voor beweging, voor dynamiek in de stad. En dat kunnen we echt, daar wordt iedereen blij van. Ja, ja. Tof. Een van de mensen die vreugde gaat brengen is Joanna Schneider. I'm gonna talk to you for a bit. Yes. Ik ga proberen om mijn gesprek met Joanna ongeveer simultaan voor u thuis te vertalen. Joanna is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Kunst in Den Haag. En ik ben erg benieuwd wat voor kunst zij maakt en waar ze haar inspiratie vandaan had. You graduated at the Royal Academy of Art in The Hague. Exactly. What kind of art do you make and where do you get your inspiration from? So I grew up in Bavaria, close to the mountains, close to the Alps. So it was very special for me when I moved to The Hague that I was so close to the harbor. And so I started to collect the different materials that I could find at the harbor, and especially the waste that is produced in the netting industry. Mm-hmm. And so I started to transform that material, especially the fisherman rope and the fisherman waste, into my work, into the different kind of textures and textiles that I'm making today. Yeah. And the work that is in the Stedelijk Museum Schiedam is also made from old fisher rope. All right. Yes. Joanna vertelt net, zij is geboren in Beieren, bij de Alpen, veel berggebied. En het was voor haar dus heel bijzonder om in Den Haag op te groeien, zo dicht bij de zee en bij de haven. En wat haar inspireerde waren vissermanstouwen, veel afval, wat er daarmee achterbleef. En van dat materiaal is zij kunst gaan maken. En ook hetgene wat nu in het Stedelijk Museum hangt, is van dat materiaal gemaakt. Dus zeer duurzame kunst, very sustainable art, really. Yeah, in a way. It's all about reuse. I think that's a very relevant element of my work to incorporate the most local materials, but also to reuse what's already there. Hergebruiken en werken met materiaal wat je vindt op de plek waar je werkt, eigenlijk. Exactly. How did you start as an artist in The Hague, or were you already No, I started as an artist in The Hague, actually. Okay. So my initially I studied textile design. So I come from a very technical field that has a lot to do with female handcraft, like knitting and weaving. And I wanted to pull it out of this very female way of making and bring in the masculine energy of the harbor. Right. And that is, I'm just going to translate that for a bit. Of course. Joanna is echt kunstenaar geworden in Den Haag. Heeft zich daar ontwikkeld. Ze heeft textielstudies gedaan, wat heel erg uitgaat van een soort vrouwelijke, zachte manier van werken met materialen. En ze wilde juist ook de mannelijke energie van de haven daarin verwerken.
Please continue. And the work that is now in the Stedelijk Museum Schiedam is actually a big stream of two panels, a big stream of color that that is connecting the material of the ropes with another material that is a recycled yarn from old plastic bottles from a Dutch company called Morsinghoff. All right. Yes. All right. In het Stedelijk Museum hangt een groot werk van haar. Dat bestaat uit twee delen. Het is een textiel voor de helft. En voor de andere kant is het gerecycled plastic. En dat maakt het is een hele bijzondere wand om te zien. Does it work? Art in een staircase. Werkt dat? Kunst in een trappenhuis. Do people pay attention? Hebben mensen er aandacht voor? So if you work with a space that people pass, that people don't spend 10 minutes in front of the artwork, you have to, of course, work in a bit of a different way. You cannot, you have to work more monumental, and you have to engage with the viewer in a very short period of time. So what I try to do is to basically create a feeling rather than a story. So I wanted the people to enter and feel what I did. Als je kunst maakt op een plek waar mensen langslopen, dan moet je zorgen dat er niet een heel verhaal te ontdekken is, maar dat je heel snel een gevoel moet oproepen. En dat is wat ze met dit werk wilde doen. Exactly. Maar ik vraag me ook af, is kunst in een openbare ruimte maken, geeft dat niet ook problemen? Does it cause any problems having a piece in the just the open space where people pass? Yeah, well, we did run into a couple of problems, especially because I'm working with textile and I'm working with materials that can easily burn. So we were having several discussions. Initially, my plan was to make a big hairy installation, totally forgetting that the fire department would probably have a problem with it. De brandweer had een probleem. Ze wilden een heel groot, mooi, harig kunstwerk maken, maar dat mocht niet van de brandweer. No. And we went back and forth with the fire department, and actually in the end, the fire department had a big say also in the scale and in the entire way that this artwork is constructed, because they limited the amount of space that I could use to 1 meter width and as high as I wanted to go. So the firemen actually decided about the scale or the of so the you artwork. Really had to be flexible. Je moest vanwege allerlei brandweervoorschriften heel flexibel zijn en constant nieuwe plannen maken. You had to change your plan quite a lot of times. Yeah. Hoe was het voor jou afsluitend om hier in het Stedelijk Museum te hangen? Hoe is het? Heb je het als leuk ervaren? Yeah, of course. Yeah? It's amazing. Yeah, it's really amazing. It's a the Stedelijk Museum Schiedam has like beautiful rooms. The architecture is gorgeous, but it still feels very comfortable, like a very protected family place, like very open, very friendly, and so it has been a very positive experience, really. Ondanks dat het een heel groot, statig gebouw is, is er een hele familiale, zachte, warme omstandigheid voor de kunstenaars. Thank you so much for this talk. Het Stedelijk Museum is weer open. U kunt dit weekend al een kijkje nemen en neem dus, indien mogelijk, absoluut de trap. Het werk van Joanna is in het Stedelijk Museum te zien, ook op www.joannaschneider.nl en dit weekend ook nog in Art Rotterdam in de Van Ellen Fabriek.